Ik sta om 4:15 op 's ochtends. We hebben thuis paarden, dus ik spring onder de douche en dan loop ik eerst de paardenstal in en dan ga ik de paarden eten geven. Dan ga ik ontbijten, koffie en dan rijd ik richting het ziekenhuis. Dus meestal ben ik zo tussen 7:00 en 7:15 in het ziekenhuis. Ik ben Marco Schnater, ik ben kinder- en longchirurg in het Erasmus-MC Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. En ben daarnaast voorzitter van het kinderthoraxcentrum. Het unieke van het kinderthoraxcentrum is dat veel van de patiënten die we behandelen hebben multiple aandoeningen die van elk specialisme weer andere expertise nodig hebben. Dat het traject wordt aangeboden vanaf conceptie tot aan overlijden. Dat noemen we levensloopzorg. Dus we begeleiden daarin ouders eigenlijk in het traject wat ze kunnen verwachten op het moment dat de baby geboren wordt. Dan hebben wij natuurlijk binnen het Sophia onze specifieke kinderzorg. Dus daar lopen allerlei gestandardiseerde zorgpaden afhankelijk van de aandoening. En op de leeftijd van 17 jaar worden ze overgedragen aan de volwassenzorg. Dus we hebben specialisten in het Erasmus die zich specifiek bezighouden met zorg voor volwassenen die een aangeboren afwijking hebben. En ik denk dat dat traject van conceptie tot aan ouderdom is echt een uniek concept in Nederland. Maar ook zelfs in Europa en misschien wel in de hele wereld. Wat denk ik essentieel in dit geheel is dat we de patiënt centraal stellen. Dus waar heeft de patiënt op welk moment behoefte aan? Dat is hetgeen dat we proberen te bereiken binnen het kinderthoraxcentrum. Zodra de operatie klaar is, bel ik u op. Ja? We doen vandaag de kijkoperatie bij een buitenlandse patiënt die overkomt om zijn trechterborst te corrigeren. Een trechterborst is een deuk in het borstbeen. We corrigeren de trechterborst door middel van een beugel. Die beugel plaatsen we dus onder camerazicht. De beugel is zo gevormd dat hij aan de ene kant zeg maar, op de ribbenkast staat en aan de andere kant ook. En onder het borstbeen eigenlijk steun geeft aan het borstbeen zelf, dus een soort driepuntsfixatie. Het interessante van deze ingreep is dat je eigenlijk meteen resultaat kunt zien. Dus je kan tijdens die operatie zien dat de patiënt een daadwerkelijk een deuk in zijn borstkas heeft. En aan het eind van de ingreep is de deuk ook helemaal weg zonder dat je daar hele uitgebreide littekens of iets dergelijks ziet. Goeiedag mevrouw, ik spreek met dokter Schnater uit Sophia Kinderziekenhuis. De operatie is klaar, het is allemaal goed gegaan. We hebben geen problemen gehad. Hij heeft het goed gedaan. Maar mijn specifieke rol binnen het kinderthoraxcentrum is dat ik aanvullende expertise heb op het gebied van longaandoeningen. Ik heb destijds de stap gemaakt om de expertise die ik had vanuit de volwassenen, om die te gaan toespitsen op wat de kinderpathologie omhelst. En daarnaast heb ik inmiddels een soort consultatiefunctie voor bijvoorbeeld het ziekenhuis in Antwerpen of Brussel. En op die manier probeer ik eigenlijk mijn eigen exposure en ook de expertise binnen ons eigen centrum uit te breiden. Ik ga nu richting OK9 in verband met een spoedoperatie bij een baby van 1,5 kilo. Waarbij het tot op heden niet gelukt is om toegang te krijgen om de katheter te kunnen plaatsen. Dus we gaan nu een operatie doen waarbij we de venen in de hals gaan vrijleggen. En op die manier toegang geven voor de cardiologen. Ik denk dat het belangrijkste is dat je iedere dag moet gebruiken om wat te leren. Dus hoe vaak je een operatie ook doet of hoe vaak je ook in een bepaald overleg zit, er zitten altijd leermomenten in. Het kan altijd ietsje beter of iets efficiënter. Of, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk, maar dat weten jullie beter dan ik, dat hier de vernauwing zit. Hier zit de vernauwing toch, denk ik, of niet hier? Ja. Ja, mijn droom is op het moment dat ik straks met pensioen ga, dat de antwoorden die we hebben op het gebied van aangeboren longafwijkingen, dat we die ook daadwerkelijk beantwoord hebben. Dus dat we weten hoe het ontstaat, dat we weten hoe we patiënten optimaal moeten behandelen en dat we weten op welke leeftijd we dat moeten doen. En mijn droom is dat als ik straks wegga, dat we een nieuwe generatie dokters hebben die eigenlijk vindt dat we hetgeen we op dat moment achterlaten een begin is van een nieuwe start, van iets nieuws. Ja, dus de droom is denk ik het verder ontwikkelen en niet stil blijven staan van.